Welkom bij deze uitleg over het studieplot. Ik ga voordoen hoe jullie een studieplot maken. En het studieplot heeft twee assen. Een X- en een Y-as. En de ene as gaat om de vakken die je leuk en niet leuk vindt. En de andere as gaat erover of je in een vak niet zo best was, het lastig vond, of dat je er juist heel goed in was. En dat kan je zo gaan invullen voor de vakken bijvoorbeeld van de eerste periode. Bijvoorbeeld de eerste praktijkmodule AMK. Als je dat nou ontzettend leuk vond en eigenlijk best makkelijk, dan zet je hem hier bovenin. Met een rondje. Hoe groter het rondje, hoe meer tijd de module je gekost heeft. Hoe kleiner het rondje, hoe minder tijd. Nou, was misschien niet zo moeilijk. Dus het rondje is niet zo klein. De kleur van het rondje kan je ook nog iets bij aangeven. Bijvoorbeeld dat je een module gehaald hebt. Dus deze was gehaald. Is groen. Andere module die periode is bijvoorbeeld BKCN. Maar soms wordt die wat lastiger gevonden. Ook wat minder leuk. Dus die komt misschien hier onderin staan. Een grote rondje kostte wat meer moeite, wat meer tijd. En misschien was het zelfs zo dat je de module niet gehaald hebt, ook in de erkansing niet. Dan wordt het rondje rood. Nou, welke module zullen we er nog meer in zetten? De wiskundemodule van die periode, C01, 2 RWS. Dat was natuurlijk een geweldig vak, maar misschien wel een beetje lastig. Dus die komt ongeveer hier. Gelukkig is er van die module nog wel een herkansing, is in de eerste gelegenheid niet gehaald. Dus die wordt hier oranje. Jullie hebben als het goed is een studieplot gemaakt, maar hoe weet je nou aan de hand van je studieplot dat je analytisch chemicus bent? Er zijn een aantal vakken die je dan in het leuk goed in gebied moet hebben. De eerste is C01 AMK. Vind je het gepriegel van het wegen, het pipetteren superleuk op het lab, dan ben je een analytisch chemicus. Kijken we naar periode 2, dat is natuurlijk echt zo'n mixperiode. En daarvan zeggen we, als je de theorie van C02 ASM leuk vindt, en de technieken die je hebt gebruikt bij C02 SAP, dus de apparaten, ben je een analytisch chemicus. Vind je de theorie niet leuk en vind je alleen synthetiseren leuk in SAP, ben je een organisch chemicus. En dan hoef je daar niet verder naar analyse te kijken. Periode 3 is onze analytisch-chemische periode. Dus vind je vakken leuk zoals BWA? Vind je vakken leuk als ELC? RWS? Hou je van SPC? En het waterkwaliteitproject? Dan ben je analytisch-chemicus. En dan stopt het voor de analytische chemie ook een beetje in jaar 1. Want periode 4 is voornamelijk organische chemie. Dus heb je deze vakken je goed in leuk, dan word je waarschijnlijk analytisch-chemicus. Goed, nou ben je misschien benieuwd, wil ik organische kant op of word ik analytici? Nou, dan kan je kijken naar een aantal vakken die we in het eerste jaar hebben gehad. Nou, we begonnen met BKCN, basiskennis van je chemie. Heb je een aantal dingen geleerd? Als je dat leuk vindt en dan voornamelijk het rekenen met de molbalansschema's, de Lewis structuren, de elektronenconfiguraties, als je dat interessant vond, dan zou je ook hebben gemerkt dat je bijvoorbeeld CNO2-OST ook heel erg interessant vond. Dan gingen we er een beetje op door. CNO2-OST was natuurlijk de basiskennis van je organische theorie en die heb je ook terug zien komen in je praktijkvakken. In ASM en ook misschien wel een beetje in SAP. Bij SAP is het wel even belangrijk om te bedenken dat SAP is een weer iets meer analytische praktijk. Maar de syntheses die je daar hebt uitgevoerd, die waren natuurlijk wel superleuk. En misschien de analyse ook, maar ja, dat is net je eigen smaak. Bij ASM gaat het veel meer over de organische technieken en bij SAP ging het natuurlijk voornamelijk om de analyses, maar heb je ook een synthese uitgevoerd. Toen kwam je, skippen we periode 3 even een beetje en toen kwam je bij periode 4. En toen kreeg je een paar vakken, dan hebben we het over LCA, levenscyclusanalyse. Hoe kunnen we syntheses duurzamer uitvoeren?
Dan hebben we het over BOC, hè, bio-organische chemie. Ja, dan hebben we het meer over de chemie in de natuur. Vind je dat interessant? En ja, de theorie die je verder nog bent tegengekomen is ook OST. Ja, de Xeno4-OST. Oh. Zo. Ja, Xeno4-OST ging eigenlijk verder op Xeno2-OST, ja, maar wat meer dieper de stof in. En wat je ook zal hebben gezien is dat de praktijken die daarop volgden, ja, dat die daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, en dan heb ik het over Xeno4-OSP, waarin je de echte technieken van de organische chemie hebt geleerd. En PRF, het project wat erop volgde. Hè, waarbij je eigenlijk die technieken die je had geleerd bij OSP weer hebt toegepast. Nou, als je dit soort vakken leuk vindt en een beetje goed in bent, nou, zou ik zeggen, ga vooral organisch doen. Nou, inderdaad, welkom allemaal. Ik krijg de eer om mijn studieplot toe te lichten. Vroeger, toen ik zo oud als jullie was, heb ik ook deze opleiding gedaan. Als we kijken naar de eerste periode, hebben we Xeno1 AMK. Nou, dat viel toch wel tegen. Ik dacht dat alles automatisch was, maar dan moest je toch zelf aan de slag gaan. Dus dat viel toch tegen. Gelukkig wel gehaald. Xeno1 BPC. Ook dat is dat titreren. Nou, het begin ging niet zo lekker, maar toen was er een omslagpunt. En toen ging het toch wel weer leuk. Wat hebben we nog meer? Hier hebben we Xeno1 RWS. Ja, ja, alle Chinezen kunnen rekenen, maar mij ging het toch niet zo goed af. Dus herkansing. Ik vond het minder leuk, maar gelukkig toch gehaald. Even kijken, in Piro 2 hadden we SAP. Dat was dat aspirine project. Nou, dat was hoofdpijndossier, dus die wil ik snel vergeten. Hier helemaal een sapje. Oh, ja, dankjewel. Sapje heeft me geholpen. Niet gehaald, dus die heb ik in het tweede jaar moeten herkansen. En tot slot hebben we hier Xeno3 WKP. Oh, dat is dat waterproject. Oh ja, het WKP, daar ben ik wel, dat wak, daar ben ik behoorlijk door het ijs gezakt. Maar gelukkig werkte ik daar samen, dus leuk vond ik het wel. Maar ik blonk er niet in uit, dus met de herkansingen toch gehaald. Dus dit was mijn studieplot. Ja, maar jij bent organicus, toch? Jazeker. Hoe komt het dan dat je SAP uitgerekend onvoldoende zo niet leuk vond? Nou ja, ik vond het leuk om op de praktijk te staan, maar dat rapporteren, dat viel me toch tegen. Dus ik ging nat op het schrijven. Ja. Dus daarom ook beter, daarom vond ik WAK ook zo leuk in WKP. Check.